Enge, mysterieuze gebouwen zijn bij mij en mijn vrienden geen onbekend gebied. Maar deze keer komt het wel in de buurt van onze persoonlijke grens. Gast, deze fucking gangen zie je alleen in horrormovies, man. Het is heel Dit gebouw heet het Jezuïtenklooster. Het is gebouwd rond het jaar 1890. In haar eerste jaren werd het gebruikt als een opleiding voor Jezuïten, oftewel een religieuze orde binnen de katholieke kerk. Vele jaren later werd het klooster omgetoverd in een school van Adolf Hitler. Hier werden elites opgeleid om het Derde Rijk te leiden. Om het makkelijk in woorden te brengen, hier werden kinderen opgeleid volgens de normen en waarden van de meest lugubere man in de 20e eeuw. Wie de school met goed gevolg had afgemaakt, werd geacht meteen dienst te nemen in een Waffen-SS. En die hielden bijvoorbeeld allemaal joden aan. En die schoten ze ook neer als je... Razzia en zo, toch? Ja, die deden dat. Gast, en dit was letterlijk een school, hoe je dat zou moeten doen? Ja, voor Ariërs. Dus blonde jongens, ja. Door deze geschiedenis wordt het gebouw streng beveiligd door high-tech security camera's. Iedere dag politie hier. Dat is ook nog gevaarlijk naar binnen. Maar er zijn al camera's. Hoe je binnenkomt, is politie hier. En wordt het 24-7 in de gaten gehouden door mannen die vier keer zo sterk zijn dan ons. Dit is een operatie. Ja, dit valt meer onder het thema inbreken gewoon. Dus daarom zijn wij met ijzersterke voorbereidingen dit spannende avontuur aangegaan. Yo boys, het alarm gaat af, dude. Hoor je dat? Ja. In de verte? Ja. Alarm, alarm. Hoor je weer? Alarm. Hoor je weer? Alarm. Ja. Oké, nu moeten we echt gaan. Nu moeten we echt gaan. Hoor. Rustig aan. Moet je ook een levervaardigheden van ze gepakt worden. Ziet is fresh, jongens. Dan ga ik een beveiliger aanpakken. Kun je het zien? Maar hitte die beveiligers, toch? Ja. Dit is echt het typische shot dat we weer weten dat we weer een avontuurtje gaan maken. En dit keer wel een van de domste die we ooit hebben gedaan in mijn hele carrière. Kill yourself. Everybody's on drugs. Siert. Ja. Ben je bang voor eventuele satanistische dingen? Nee, dit keer niet. Nee, joh, dit keer gaan we puur focussen om gewoon het gebouw te betreden. Ik ben net fresh, hè? Ik ben net fresh, nu al. Hij is aan de kapper geweest, jongens. Dat is te zien. Oeh, heerlijk. Kijk hoe goed het is gestyled. Oh, hier heeft een stukje van Sier toen hij niet fresh is. Dit is helemaal niet eng of zo. Ja, het is wel een klein beetje eng. Klein beetje maar het is wel echt super koud en het gaat regenen. Het is vies en nat en vochtig en kut en ja, gewoon alles. Het is gewoon vreselijk. Ja, zie je, ik heb wel scouting in het verleden gedaan, dus ik heb wel een beetje ervaring ermee. Hoe schat jij de kans? Ik zeg je heel eerlijk, de kans is heel groot dat we gepakt worden. Wil je nog iets tegen je ouders zeggen of zo voordat je waarschijnlijk misschien een boete gaat incasseren? Ja, als jullie het... Ja, excuses, maar ik betaal hem zelf wel. En dat... Voor de avond mag ik je bestelling opnemen? Hallo, mag ik wel 2 chili chickens? Dat is lekker. Ja, klopt. Ja, dat was het wel. Zijn jullie vloggers dat jullie aan het vloggen zijn? Ja, klopt. We zijn van YouTube. Van YouTube? Klopt, ja. Maar welke vlogger ben je dan? Enzo Knol. Ja. Ik ben wel een beetje knapper, toch? Wat zeg je? Ik ben een beetje knapper dan Enzo, toch? Ja, daar geef ik geen ongelijk in, maar goed. Dankjewel. Ah, maar Jurgen, ik ben knapper dan Enzo Knol! Knapper dan Enzo Knol, dames en heren. Met burgertjes en een gezonde spanning in onze buik arriveerden we op locatie. We zijn eigenlijk de berm in gereden en hier staan we gewoon veilig voor de avondklok. Ja man, over 40 minuten zijn we illegaal, hè? Over 40 minuten! We gaan ons even verkleden naar zwarte mannen, want dan worden we minder goed bekeken door de dames. Door de beveiligingscamera's. Check mij aan. Lijkt het een inbreker of? Lijkt het een inbreker? Laat het weten. Bro. Die balhoed. Nu ben je net Giel. Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. Ziet, ik heb ook een muts voor jou meegenomen. Die gaan we niet aan doen. Bro, dat ziet toch iedereen zeg. Welkom bij Helnacht 2.0. Vandaag zijn we in het pittoreske dorpje Valkenburg. Aan de Geul. En we gaan boetes pakken vandaag, denk ik. Ja. We gaan de meeste pakken. Wie het sloomst kan rennen, denk ik. Dit gebouw is zwaar beveiligd. 360 camera's, speurhonden. Speurhonden? Ja, beveiliging is speurhonden. Als je een hond hoort, blijf staan. Dan bijten ze niet, maar anders bijt gewoon je botten. Hè? Ik map hem gewoon in met deze hoed. Ja, jij wel. Jij wel. En jawel, het was weer eens typisch Nederlands hondenweer. We gingen sneakend naar het gebouwcomplex toe vanaf de achterkant. Zoals je kan zien moeten we door een fors stuk bos heen. Toen de tijd was het nat en modderig. En kon je zo uitglijden en je sleutelbeen in tweeën breken.
cam. We hebben letterlijk ook de tijger door een drek en stront. En door een rivier. Ja. Oh, zitten hier ook in de stekels, man. Oké, we gaan nu proberen om eenmaal daarheen te gaan. En dan hopen dat daar niet gaat mis. Na een kwartiertje wandelen door de prikkelbosjes kwamen we uiteindelijk bij een open raam uit waar we makkelijk naar binnen konden. Daarna beseften we ons dat we recht in een infraroodcamera hadden geschenen met onze bouwlamp van onze camera. Oké, we zijn zojuist door een camera gespot. Ik weet het zeker. Die camera is gespot. Laten we nu echt weg. Laten we nu gaan. Geen tijd voor de content. Ja, gast, sorry voor de content. Politie komt er nu aan. Wat heet nu? De politie komt nu. Oh, jongens. Het regent zo hard, jongen. Ze hebben misschien door de cam gezien, dus... Nou, ik weet wel zeker. We moesten echt weg, man. Excuses, jongens, maar soms is het gewoon zoals het is. Ah. Oh, jongens, wat zijn we weer bezig. Ik voel me weer zo verrot als een rat, man. Gadverdamme. Jongens. We zijn weer goed gerot. Men weet niet hoe zwaar dit is. Fysiek, zowel mentaal. We gaan er weer heen. ja. Zonder Siert. Zonder Siert. Kijk, jongens, Frank denkt dat
die camera's, dat schijn is. Dat zijn speelgoedcamera's, niemand let op die camera's, niks. Als we één keer gespot zijn door de camera's, dan hoeft het niet meteen te betekenen dat een dikke high security team achter ons aan zit. Jawel, als ze jou zien, dan ben je de lul, dan komen ze gewoon naar je toe. Wow. Nou, we gaan nog even hier pitten. Ja, wij zijn gewoon hartstikke voorzichtig, wij willen geen boete. We zijn ondertussen alweer een uur in de auto aan het zitten. Nee, 2 uur. Of misschien wel 3 uur. Ik ben er zo klaar mee. Ik wil loesoe, man. En dan lekker douchen thuis. Kijk bij vingers. Kijk bij klauwen zijn het nu meer. En ja, dat is toch niet te doen. Check dit! Kijk dit! Deze jongen zei zo net tegen ons dat we uit onze comfortzone moeten. Kijk eens waar we zitten. Ik ben hier de godganse klaar mee. Jongen, jongen. Grutjes. Yo, gast, het alarm gaat af. Hoor je dat? Yo, gast. Yo, what the fuck? Yo, boys, het alarm gaat af, dude. Hoor je dat? In de verte? Nee. Dat hebben die cameramensen gedaan, hoor. Die hebben ons... Oh, het is uit. Zie je? Ze kijken mee. Ja, daarom moet je nu snel in. Ja, weg. Ja, we moeten weg, man. Serieus. Ja, ik hoor van mij al naar.